Een vlinder is een insect. Je kan haar herkennen aan haar kop met antennes, borststuk met 6 poten en achterlijf. Een vlinder fladdert met haar vleugels van bloem tot bloem om de heerlijke nectar op te slurpen met haar roltong. Ze legt haar eitjes op de bladeren van een specifieke plant. Dit kunnen er weinig of net erg veel zijn. Na enkele dagen komen uit de eitjes kleine rupsen gekropen. Afhankelijk van de vlindersoort kunnen de rupsen voorkomen in alle vormen, maten en kleuren. De rupsen voeden zich met blaadjes van planten. Eenmaal ze voldoende gegeten hebben, wikkelen ze zich in een kokon. Dit wordt ook wel eens de pop genoemd. En dan is het wachten. Na ongeveer 2 weken is de rups binnen in de pop helemaal veranderd. Heel voorzichtig breekt de nieuwe vlinder de pop open en kruipt ze naar buiten. Voor ze weg kan vliegen, zal ze haar nieuwe vleugels even moeten uitstrekken en laten drogen in de zon. De vlinder is nu klaar om uit te vliegen en de cyclus kan weer van vooraf aan opnieuw beginnen.